Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Brandenberg, Mitra Arjan Voortman, Rick's Bloemenshop, Allen uit Goor en Masanda Wellness uit Delden. Goedemiddag en welkom bij de tweede aflevering van Rick's Bloemetje. Ik sta hier vandaag bij Mieke Morsing voor de deur, die haar dochter Sandra heeft opgegeven om eens flink in het zonnetje gezet te worden. We staan hier achter in de tuin bij Mieke Morsing, de trotse moeder van Sandra Morsing. En natuurlijk zijn wij ontzettend benieuwd waarom jij graag je dochter in de bloemetjes wil zetten. Nou, wij willen onze dochter in de bloemetjes zetten, omdat ze een alleenstaande moeder is en best zwaar is in deze tijd. En ik vind dat zij wel een keer een bloemetje verdient. Ze heeft, nadat ze een kleine heeft gekregen, is ze ontslagen. En het is toch best zwaar, vind ik. En daarom vind ik dat zij wel een bloemetje verdient heeft, want ze doet heel goed met de kleine. We zijn er trots op. Ja, ze heeft ook ervaring, heb ik begrepen. Ze heeft bij de kinderopvang gewerkt. Ja, ze heeft bij de kinderopvang in Wierden gewerkt. Is een paar jaar gewerkt. Ging hartstikke goed. Maar ja, helaas, dat werkloosheid moest eruit. Ja, dat is natuurlijk hartstikke lastig. En ze heeft een dochtertje, Jaslyn. Die is nu een half jaar oud. 7 maanden is ze, ja. 7 maanden. En beschrijf het eens, het gevoel als trotse oma eigenlijk. Je bent hartstikke trots op die kleine. En vooral als het heel goed doet. Ja. En ze herkent je goed. Ik weet precies wie oma is. Ach kijk, dat is wel handig natuurlijk. Ja. Hey, we gaan zo bij Sandra op bezoek. Wat denk je wat haar reactie wordt? Zo. Nou, we staan bij Sandra Morsink in de straat. Dus we gaan eens kijken of ze thuis is. Want we zijn wel toe aan een verrassing nu. Sandra Morsink. Goedemiddag. Kijk eens wat ik heb meegenomen voor jou. We zijn van Rick's Bloemetje, het programma van Hofstreek TV. Ja. En wij mogen jou een prachtige bos bloemen aanbieden. Dat is wel een heel mooi boeketje. Ja, dat dacht ik ook. En dat is uiteraard, ben je door iemand opgegeven? Heb je enig idee wie dat kan zijn? Nou, ik heb toevallig een vriendin van mij binnen zitten. Nou, raad nog eens. Oh. Geen idee? Nee. Nou, we gaan hem meteen bekendmaken. Dat is namelijk je moeder. Oké. En die gaan we er ook even bij halen natuurlijk. Nu zie je nu de straat inlopen. Dat vinden ze leuk, hè? Dat vinden ze. Nou, het is wel de bedoeling dat jij dat natuurlijk ook leuk vindt. Hallo. Ja. Wil jullie binnenkomen trouwens? Ja, dat is wel handig, hè? Ja. Bloemetje voor jou. Ja, dankjewel. Volgens jouw moeder heb je nogal wat meegemaakt de laatste tijd. En dan praat ik over een driekwart jaar geleden tot nu. Mm. En een van de redenen is, heb ik gehoord, dat jij helemaal alleen deze mooie dame aan het opvoeden bent. Hij wou er niks mee te maken hebben. Ja. Nou, dat kun je dan niet voorstellen als je dit zo ziet. Nee. Nee? En daarnaast heb ik ook gehoord natuurlijk dat jij ook je baan bent kwijtgeraakt. Ja. Ja, de kinderopvang. Kinderopvang. Ja, dat loopt gewoon heel slecht. Ja. Dus nu ben ik bezig als gastouder. Ja. Maar dat wil nog niet zo vlotten. Dat vlot dan niet zo? Nee. Maar je hebt wel een standaard aantal uurtjes per week dat jij aan de slag kunt nu? Of? Ik kan ieder moment van de dag aan de slag, ja. Oké. Okay. Nou, gefeliciteerd. Leuk. Ja, alleen moeten de kinderen, moeten de aanmeldingen wel komen. Ja. Nou, wellicht is dit een goede oproep daarvoor. Je weet maar nooit. Hey, we hebben natuurlijk niet alleen een bosje bloemen meegenomen. We hebben nog meer verrassingen voor jou in petto. We hebben hier nog een hele fantastische massagebon. Oh, lekker. Ja, uurtje genieten. Dat is nooit verkeerd. En daarnaast hebben we ook nog een fijn likeurtje. Oh. Die komt denk ik vast wel. Mag je ook weer aan beginnen? Hè? En daarnaast, hij is bijna te zwaar om te tillen, een boodschappenpakket. Dus dat is, zorgen voor een paar avondjes flink smullen, denk ik. Dat denk ik dan ook wel. Ja. Dankjewel.
Nou, en daarnaast, nog meer verrassingen, het houdt niet op. Hebben we eigenlijk even een laptop klaarstaan. Dus laten we eens even gaan kijken wat we daarop te zien krijgen. Hi, lieve Sandra. Ja, jij denkt, wat is dit nou ineens? Nou, ik spreek namens Mieke, jouw moeder, heel lief van haar, een videoboodschap voor jou in. Dat ben ik nu aan het doen. Want zij schrijft dat jij een moeilijke tijd achter de rug hebt. En eigenlijk nog steeds best wel moeilijk hebt met de verzorging van jouw dochtertje, Jaslyn. Dat je zelfs je baan daarvoor hebt moeten opzeggen om weer voor haar te kunnen zorgen. Dat je daarom ook geen tijd hebt om naar bijvoorbeeld optredens van mij te gaan. Dus eigenlijk wil ik via deze weg jou een hart onder de riem steken en een hele dikke gelukskus geven. Wat leuk. Zo, hè? Dat is toch een aangename verrassing? Ja. 10 jaar geleden is hij bij ons op school geweest. Zo. En toen zijn we een keer naar zijn concert geweest. Ja. Verder, ja. Maar je hebt een heel goede herinnering aan hem. Ja. Ja. Ja, dat was heel leuk toen. Nou, die wordt alleen maar beter nu, denk ik. Dat was een heel leuk filmpje. Ja, hè? Ja. Nou, we hebben helaas niet Sander de Buissonnier geregeld. Maar wel een dame die ontzettend goed kan zingen. En die gaan we er ook even bij halen. Dat is namelijk Sanne Klein-Horsman van The Voice of Holland. Komt uit Goor. En die gaat even een liedje voor jou te horen brengen. Leuk. Dus laten we die er even bij halen. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. En niemand weet waarom de zon nog schijnt. En niemand weet waarom de kille wind nog van je zou. Maar ik weet dat ik van je hou. En niemand weet waarom de sterren vallen. En niemand weet waarom de dood ons volgt. En niemand weet waarom en mensen slapen in de kou. Maar ik weet dat ik van je hou. Hou me vast, leg mijn hoofd neer op je schouder. Hou me vast, streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast, soms wordt het allemaal eventjes te veel. Maar bij jou zijn is dan alles wat ik wil. En niemand weet waarom geluk soms wegwaait. En niemand weet waarom een bloem verwelt. En niemand weet waarom jij de enige bent die ik vertrouw. Maar ik weet dat ik van je hou. Hou me vast, leg mijn hoofd neer op je schouder. Hou me vast, streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast, soms wordt het allemaal eventjes te veel. Maar bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Vraag me niets, zeg me niets, sla je armen om me heen. Praat niet met me, hou me stevig vast. Woorden schieten toch tekort. Als ik mijn hart bij jou uitstort, praat niet met me, hou me stevig vast. Hou me vast, leg mijn hoofd neer op je schouder. En hou me vast, streel me zachtjes door mijn haar. En hou me vast, soms wordt het allemaal eventjes te veel. Maar bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Heel mooi. Heel goed. Oh, heel goed. Zeker, toch mooi. Ja, ik kan nog niet lachen. Heel hard lachen, geweldig. Ja. Vond je het leuk? Yeah. Ja. Ja, hé. Vond je het mooi? Heel mooi. Wie mag mooi? Wat vond je ervan? Heel mooi. Ja? Ja. Liedje komt je bekend voor natuurlijk, hè? Ja, ja. Ja, bij allemaal trouwens natuurlijk. Ja. Dat was Sanne Klein-Horsman van The Voice of Holland uit Goor. Dus ik zeg Sanne, top gedaan. Hey, mij rest eigenlijk niks anders dan je heel veel geluk te wensen. Met de kleine, met het werk uiteraard ook. En zorg dat je die paar uur erbij krijgt. Dat zou heel mooi zijn, ja.
Nou, jou en Jesslyn heel veel plezier gewenst. Ook met een lekkere massagebon nog. Hè? Ja. En dat snoepen, dat komt ook wel goed, heb ik in de gaten. Dat denk ik ook wel, ja. Helemaal top. Mieke, jij hartstikke bedankt voor het opgeven van je dochter. Ja, graag gedaan. Wij vonden het heel leuk. Nou, jij gelukkig ook. Ja. Hè? Fijn. Mensen, dat was het weer voor deze maand. Wij zeggen tot de volgende keer en bent er weer bij, zou ik zeggen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Brandenberg, Mitra Arjan Voortman, Riks Bloemenshop, allen uit Goor en Masanda Wellness uit Delden.